We hebben het over passend onderwijs. 15.000 kinderen vallen nu tussen wal en schip en zitten thuis. Hoe verklaart u dat? Nou, ieder kind wat thuis zit, is er één te veel. En die 15.000, daar zitten kinderen tussen die leerplichtig zijn. Dat zijn er ongeveer 5.500. En er zitten kinderen tussen die een vrijstelling van de leerplicht hebben. Wij zien dat er soms echt beperkingen zijn. En ook een stel onmogelijkheden, zeg maar, om kinderen echt in die school weer te krijgen. En dan zetten we ons ook alles op alles. Bijvoorbeeld vorig jaar, 5.500 kinderen die leerplichtig waren, die thuis zaten, hebben we de helft weer van terug naar school kunnen geleiden. Daar klinkt wel een beetje in door dat u dat als heilig ziet, hè? Dat is dat de kinderen die moeten naar school. Nou, voor kinderen, we hebben niet voor niks ook een leerplicht in Nederland, vinden we het belangrijk dat ze onderwijs krijgen. En dat ze ook met hun leeftijdsgenoten kunnen optrekken. En dat ze ook fysiek onderwijs kunnen krijgen. Dat is overigens ook de wens van heel veel thuiszitters. Veel ouders zeggen, de scholen die zouden dan, er is natuurlijk geld voor. Er ligt 200 miljoen ligt op de plank. Dat wordt ook vaak niet gebruikt. Scholen weten niet wat ze ermee aan moeten. En ouders hebben niet de zeggenschap over hun eigen kind. En dat is juist als het gaat om die extreme gevallen, om die 15.000 die dan thuis zitten. Daarvoor zou je dan toch eigenlijk ander beleid moeten maken. Waardoor je zegt, we vinden dat de ouders de zeggenschap hebben over wat er met het kind moet gebeuren. En dat die verantwoordelijkheid ligt nu bij de school. Nee, er is wel een leerplicht in Nederland. Die hebben we in de wet vastgelegd. Mensen kunnen ontheffing krijgen van de leerplicht. Dat gebeurt soms ook. In het jargon noemen we dat ontheffing onder 5a. Ja, en wie bepaalt dat? Dat is uiteindelijk een medisch oordeel die dan ook gegeven wordt of een leerling wel of niet ook echt in staat is om naar school te gaan. Dat vind ik te beperkt. Ik vind dat er ook met onderwijskundige ogen naar gekeken moet worden wat er wel of niet ook mogelijk is voor een leerling. Het punt zit hem heel erg bij dat je als ouder moet kunnen zeggen, op school weten ze gewoon niet hoe ze ermee, en op die school en op die school ook niet. Ik wil nu gewoon zelf beslissen. Ik ken mijn kind het beste. Het lijkt me, ik bedoel, je wordt toch eigenlijk gillend gek als je je kind kapot ziet gaan. En dat je dan ook nog eens een keer jeugdzorg op je dak krijgt, omdat je dan je kind verwaarloost, zogenaamd. Terwijl je eigenlijk, je wil het beste voor je kind. Nee, ik denk dat het heel belangrijk is dat we na dat soort situaties, als die zich voordoen, hè, want iedere situatie is echt verschillend, dat we heel specifiek kijken van wat is in deze situatie voor dit kind, waar deze ouder, zeg maar, uiteraard zijn ouderlijk gezag over heeft. Maar dat gebeurt nu niet. Dat gebeurt in heel veel situaties wel. Alleen zijn er ook situaties waar men er niet uitkomt. Maar hoe bedoelt u dan? Want dat snap ik dan niet. Want er is nu toch niet een leerrecht. We hebben een leerplicht. Dus het is niet zo dat de ouders beslissen over hun kind. Nou, leerrecht, als iedereen een individueel leerrecht zou gaan krijgen, dat zou een hele ingrijpende stelselwijze zijn. Ja, maar voor die groep waar we het nu over hebben, die dus zo tussen wal en schip zit. Ja, maar voor die groep willen we inderdaad ook uitzonderingen maken dat zij niet verplicht zijn om, zeg maar, fulltime, alle dagen dat de scholen open zijn, hè, laten we hopen dat het weer gaat gebeuren, maar niet op de school te gaan. Niet leerrecht. Nee, ze hebben een leerplicht. Maar de bevoegdheid over hun eigen kind, want dat is het leerrecht, dat vindt u niet goed idee om dat in de wet te verankeren. Want ik denk, dat is het enige wat voor die mensen echt oplost op dit moment. Als je ieder ouder individueel een leerrecht zou geven over hun kind, dan ontstaat er ook weer een heel andere situatie met betrekking tot van hoe we ons onderwijs moeten inrichten. Daar hebben we in Nederland niet voor gekozen. We hebben in Nederland ervoor gekozen dat er een leerplicht is. Daar kunnen we toch voor kiezen? Ja, maar we hebben ervoor gekozen dat als de leerplicht voor het betreffende kind niet passend is, knellend kan zijn, en er kunnen lichamelijke omstandigheden zijn, geestelijke omstandigheden. Er kunnen ook omstandigheden zijn dat ouders geen school vinden die bij hun kind past, dat ze dan ook een ontheffing van de leerplicht kunnen krijgen. Leerrecht ziet u dus niet zitten? Leerrecht in die vorm niet. Nee.